Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Wij zijn vandaag in Sonsbeek Park. Dat ligt vlak boven Arnhem, eigenlijk nog een beetje in Arnhem. Wij gaan hier proberen een run van 10 kilometer te doen. En ja, we zullen wel zien waar we belanden. Ik zeg, tot bij de start. We'll be right back.
Nou, dit is weer een flink vermoeiende run. Ja, Arnhem, hè? Wie had het ook anders gedacht? Het is hier net Frankrijk. Ha. Nou, het is wel een heel leuk park. En ja, verbazingwekkend genoeg zit ik redelijk op schema. Ik loop zelfs goed. Wie had het ooit gedacht? Nou, ik niet. Maar ja, loop lekker weg hier. En nou, we hebben in ieder geval de eerste kilometer erop zitten. Ik zou zeggen, op naar de volgende 9. Tot straks. We'll be right back.
Oh, waarom kies ik altijd om omhoog te lopen? Het is jammer, maar heerlijk. Dat voel ik mijn beenspiertjes toch lekker. Dus ja, gaat mooi omhoog, mooi omlaag. Het is jammer, jammer van het weer. Om het daar eens over te hebben. En ik zie hier een, een bankje. Jampie moet even stikken pulken. Geen getuigen. Nee, alleen op YouTube. Nou, kijk. Kijk. En daar staan we weer. Hoppa. Duimpje omhoog. En wij kunnen gewoon, zoals gewoonlijk, weer door. Ah, ik zie daar een bochtje. Nou, wij nemen dat bochtje en we rennen wel verder. Ik zeg tot de volgende pitstop. Kijken welke bandjes dan verwisseld moeten worden. Hey. Nou, yo!
Heb ik jullie trouwens al verteld dat jullie heel veel zo'n liken en subscriben. Het enige middel wat ons kan helpen om mensen aan het lopen te krijgen. Kijk naar deze boom. Wat komt erachter weg? Subscribe. Deze boom. Wat komt erachter weg? Like. En een belletje. Nou, dat is wel super verbazingwekkend. Of niet dan? Ik heb een route uitgezocht. Die heet dan op Garmin de vier parken. Nou, ik ga ervan uit dat ik er net twee door ben. Maar ja, ik denk dat er nog wel heel wat parkjes aankomen. Ik zie van mijn route dat ik in ieder geval heen en weer zigzag. Dus we pakken alles mee. Laat dat weer een voordeel zijn. Nou jongens, weer lang genoeg geluld. Want met te lang lullen komt er geen einde aan de video. Ik zeg jongens, tot straks. Tot straks. Thank you.
Zoek en gij zult vinden. Even mijn horloge aan het polsen waar ik heen moet. Is dit goed? Nee. Nee, dit is niet goed. Ach, ik kan daar weer een stukje omhoog. Ik zal daar wel een stukje verdwalen. Hier een stukje verdwalen. Daar raak ik de weg kwijt. Hier raak ik de weg kwijt. Het is allemaal wat. Ik denk dat ik nodig toe ben aan een nieuw Garmin horloge. Of kan ook, ik ben toe aan een nieuw geografisch klokje in mijn hoofd. Het is natuurlijk een van de twee. Maar ja, welke zal het zijn? Nou, hij geeft mij toch een beetje aan dat ik, als ik hier langs ga, dat het niet helemaal goed komt. Het is één lange rechte weg. Ja, ik weet dat ik off course ben. Ik denk, ja hoor, kan ook niet anders. Arnhem, here we come, going up. Thank you.
Zo, zo. Vind het maar eens terug. Ja, ja. Lastig. 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 Eerst even kijken. Ik ben benieuwd welke kant ik op moet. En ja, ik ben wel weer benauwd. Ik heb weer eens geen internet bij me. Dus ik ben zeer benieuwd of de offline maps het doet. Nou, we zullen eens even kijken. Zoeken naar Choose Destination. Ik weet niet eens meer hoe dat klote ding heet. Ik zal dus eventjes Choose on Map. Oh, die denkt nog dat ik op parkeerplaats Lappen dekend zit. Ja, dit gaat allemaal nergens over, jongens. En ja, ik weet serieus niet of ik nou de goede kant oploop. Kijk, hij heeft mij gevonden. Nou, de watervallen, de Albert Heijn. Ik moet ongeveer... Nou, ik moet daarheen. Ach, jongen, jongen. Nou... Volgens mij de Sint-Pieterslaan. Met auto. Nou, laten we het maar gewoon lopend doen. Lijkt mij beter. Nou, moet hij een route uitstippelen. Offline blijkbaar. Maar ik weet in ieder geval. Tap to retry. Ja, tuurlijk ben ik offline. Dat weet jij toch ook wel, Google. Ik heb toch geen wifi aan, man. Het is toch allemaal wat. Nou, we zien het wel. Ik ren wel even een stukje verder. En misschien zien we wat bekends. Of misschien dat ik nog wijs kan worden uit dit waardeloze mapje van Garmin. Maar dat weet ik ook niet. Maar volgens mij... mag ik hier wel ergens weer naar binnen? Want ik moet ergens die kant op. We zien het vanzelf. Tot snel. Nu komt mij toch iets bekends voor. Ik moet deze kant op. Dat is één ding wat ik weet. Maar hoe? Oh ja. Ging daar een trappetje omhoog. Toen een heel moeilijk weggetje over de heuvels heen.
laat ik het platte weggetje weer teruglopen. Heel goed bedacht, Jappie. We zijn er bijna. Maar nog helemaal niet.
Nou, mijn Garmin appje lijkt nu al mooi op een soort, hoe noem je dat, spinnenwebje te lijken. Prachtig toch? Eigenlijk zou ik denken, als ik al die zwarte lijntjes weer ga volgen, ach, dan kom ik er vast wel. Ja, zo denken wel meer mensen. Kunnen ze altijd even vragen. Maar dat gaan we nu nog even niet doen. Ik ga dit eerst eens even proberen. Want Park Zijpendaal. Nee. Daar moeten wij sowieso niet zijn. Het was. Het klonk iets anders. Het was meer. Parking. Of Park Sonsbeek. Ja, en daar zit ik nu toch. Ik ga toch nog even een keer proberen om Google aan te slingeren op mijn mooie telefoon zonder sim. Ja, hij functioneert een beetje als audiorecorder nu. Een beetje dure audiorecorder voor een Note 9, maar wel een hele mooie. Nou, we gaan nog eens even kijken. Och jee. Ik had, waar ik wegkom, daar had ik ook ergens moeten zijn. Dus, ja. Ik ben benieuwd hoe dat verder zal gaan dan. Ik zie ze overal rennen, lopen. Ik hou dit, ik hou dit kaartje er maar bij. Dat lijkt me een heel verstandig iets. Ik ga eens even een keer, andere mensen doen dat ook. Maar ik ga eens even een keer met het kaartje lopen. Even kijken. Start. Nou, nee, dat werkt ook niet. Het gaat hartstikke goed hier over Rosso's Running Channel. Wij hebben geen bereik. We hebben helemaal niks hier. Ik heb een of andere verouderde radkaart. En ik heb geen flauw idee waar ik ongeveer ben. Ja, het is dat mijn kompas het nog wel wat goed doet. Ja, mijn kompas die zegt toch dat ik hier ergens moet zijn hoor. Park Zijpendaal, kom op. Ik ga hier even kijken hoor. Nou, ja, Park Sonsbeek Zijpendaal. Ja, dat klopt ook wel weer. Nou, ik ga het gewoon doen. En wij zien elkaar zo wel weer. Ik hou in ieder geval dit apparaat even in de handen. Zodat ik weet dat ik ongeveer de goede kant op ga. Ik ben hier al geweest.
volgens mij heb ik de weg weer teruggevonden. Ik ben gewoon iedere keer verkeerd gelopen. Een aantal rondjes. Ja, een beetje gek gedoe. Maar ja, als je hier ook niet woont, dan weet je het ook niet. Ik ga er ook vanuit dat ik nu zo met een paar bochtjes weer bij de auto ben. En dan kunnen we vrolijk naar de afsluiter. Want deze jongen, die heeft toch een mega dorst. Nou, dat wil ik niet weten. Nog meer dan de vorige keer. Dus veel praten zal het niet worden. Veel ferme slokken wel. En ik moet eerlijk bekennen, dat sigaartje, dat lust ik nu ook wel. Nou, ik ga me niet meer dwars door het bos over de bergen. Mocht het mij lukken. Ik ga het even proberen. Langs het pad. En ik zie dat het lukt met een heel klein omweggetje. Nou, dat neem ik voor lief. Ik zeg, GPS uit. Is dat wel verstandig? Mijn geografisch vermogen zetten we mij weer op high accuracy. Of dat helpt, wie weet. Tot zo. Thank you.
Zo. Gesloopt als een malle. Maar het viel wel af, denk ik, aan mijn hartslag die je daar ziet. En dat ik verdwaald was, kon je zien aan het landkaartje daar. Landkaartje. Het is nu een landkaart van iets meer dan 10 kilometer geworden. Nou, ik ga een mooi plekje zoeken om de boel af te sluiten. En ik spreek jullie zo, jongens. Nou, als je dacht dat op de Veluwe Zoom niet veel heuvelachtiger kon, ik heb weer zo'n gebiedje gevonden waar het wel kan. En als er ook maar een gebiedje was waar ik niet zoveel kon verdwalen, dan dacht ik, het is Sonsbeek in Arnhem wel. Je zit immers midden in de stad. Nou, dat is weer gebleken dat het niet zo is. Ik dacht ongeveer 9 kilometer af te leggen. Het is 10 geworden, maar ik heb ook aardig wat bochtjes afgesneden. Dus het had ook 6 kunnen zijn, ja. Wie zal het zeggen? Ik heb in ieder geval weer een flinke training gehad. De benen zijn aardig af. En wij gaan op dit moment maar eens even weer heerlijk relaxen. Eén dingetje. Even subscriben. Druk op het belletje. En like deze video. Daar word ik heel erg vrolijk van. Ik zie jullie de volgende keer weer bij Rosso's Running Channel. En ik ga heerlijk genieten van mijn welverdiende sigaartje en een heerlijk biertje. Ik zeg tot de volgende keer, jongens. Proost.